Ik ben Karel Boer, de reddingswerker. En ik wilde graag nog iets voorlezen. 20 jaar. Doorgaan. 20 jaar geleden. Wat een tijd. Hier heeft de tijd stilgestaan. Tot mijn spijt. Het leven blijft in een sneltreinvaart doorgaan. Veel mensen zijn ermee begaan. Er was en is hier angst, pijn en verdriet. Ook al zie je dat aan de mensen vaak niet. Zij hebben het helemaal volgezet. Ik wacht heel even. Wat wij hier echt en was en is hier pijn, angst en verdriet. Ook al zie je dat aan de mensen hier vaak niet. De pijn en verdriet verdwijnt niet met de jaren. Velen zullen dat in de Bijlmer ervaren. Wat wij hier echt samen moeten voorkomen, daar moeten we zeker niet voor schromen. De Bijlmerramp mag nooit de vergeten ramp worden. Al die ervaringen in de jaren doen al genoeg pijn. We zijn hier om de slachtoffers te herdenken. En dan maar hopen dat de verantwoordelijken ons eindelijk eens de waarheid schenken. De afgelopen 20 jaar vlogen aan ons voorbij. En dat maakt ons in de jaren zeker niet blij. Ik ben nooit vergeten, mijn dochter. Voor deze herdenking moeten wij hier samen blijven komen. Hier op de plek, bij deze bomen. Bij de boom die alles zag, gaan we jaarlijks overstag. De herdenking komt nu al in het nauw. Men houdt de toespraken in een gebouw. Dit hoort hier, hier op de plek waar we herdenken. En we hebben weer een jaar moed uit kunnen denken. Verder leven. En dit nooit vergeten, dat moet echt een ieder weten. Dat is hier gewoon een feit. En het zal zijn tot de dood ons scheidt. Hier man, de boom die alles ziet en die alles weet en die ziet wat er is gebeurd. Komt ze ook nog als mee naar de jongens aanvragen.